En daar komt ondertussen iets aan dat met het verkeer te maken heeft. Ja, absoluut. Dat is buurtschap Marsweg-Neervenweg. Een van de topbuurtschappen elk jaar. Ik denk dat ze de laatste 5 jaar steeds stevast in de top 3 stonden. Dit jaar heeft niet Stefan Loveren het ontwerp potlood ter hand genomen, maar zijn collega Rens Kools. En eigenlijk was de bedoeling van Rens om ons mee te nemen in het leven onder de grond. Ze beelden uit dat er wegenwerken aan de gang zijn en dat er tijdens de wegenwerken dat ze ineens op iets stoten wat er onder de grond is. En dat zijn 7 dinosaurus skeletten. Dat ze hier laten zien, laten uitbeelden. Hoe kom je op het idee? Ja, Rens heeft een heel creatieve achtergrond. Is ook de zoon van Jeff Kools, die hier de presentator is. Maar Jeff is ook boomkweker. Dus dat is ook wel creatief, want hij is gespecialiseerd in vormbomen. Dus dat is er van thuis uit met de paplepel ingegeven. En sommige mensen hebben daar gewoon een zicht op. En Rens heeft daar een zicht op. Heel, heel mooi wat hem hier, heeft gebracht. Het is een heel klein team, want Rens, ik sprak hem gisteren nog. Ik heb gisteren alle buurtschappen bezocht voor vandaag een beetje voorbereid hier aan tafel te kunnen komen. Maar ik sprak hem gisteren nog, Rens. En hij zei van ja, wij zijn eigenlijk vanaf begin juli zijn wij beginnen te lassen. Met een groep van 4 mannen elke avond. En dan natuurlijk vanaf augustus dan wordt die groep al groter. Maar hij was heel trots. En we zien ook enkele archeologen aan het werk. Het zijn geen archeologen, maar het zijn paleontologen. Oh, oké. Wat het verschil is, moeten we misschien nog eens googlen of Wikipedia verconsulteren. Maar er was een verschil tussen. Ik ben expert in korsel, maar ik ben geen expert in paleontologie. Zouden dat dinosaurussen kunnen zijn? En bekijk in het midden van de wagen de openingen. Hier zijn de paleontologen letterlijk aan het werk op een bloemenwagen. Dus ze halen echt een eerste laag bloemen eraf. Er zijn veel stukken zijn dubbel gestoken. Dus ze zijn de eerste laag van hun wagen af aan het schrapen en dan komt de tweede laag in zicht. Rens had me uitgedaagd om de 7 namen van de dinoskeletten correct uit te spreken. Oké. En dan zouden we mij nog een pinch trakteren, maar ik heb toch bedankt, want dat was een iets te grote uitdaging, leek mij. Dus er zitten 2 lagen bloemen op elkaar. Hier bij deze wagen, bij op sommige stukken. Ja. Niet overal, want dat zou helemaal iets te veel werk zijn. Omdat dat ook wel wat deel uitmaakt van het... Van de act, van de animatie er rond. Ja. Verder is het ook de eerste keer in heel veel jaren dat ze buurtschap Marsweg-Neerven met animatie werkt. Mm-hmm. Ze hebben heel veel jaren gekozen om puur een wagen het werk te laten doen. Verzicht laten spreken. Met dit jaar is de figuratie echt wel een toegevoegde waarde, vond Rens. Hier hebben ze ook een aantal gedroogde bloemen gebruikt. Rens was al in begin juli van plan om met gedroogde bloemen te werken. Mm-hmm. Dat is ook een heel tijdsintensief proces. Ja, die moeten dan op tijd geleverd worden, dat die dan nog gedroogd kunnen worden. Ja, die moeten gedroogd moeten worden. Dat proces is niet gelukt. Oei. Dus Rens, de tijd ontbrak. Dus ze hadden geen gedroogde bloemen. Mm-hmm. Tot er nu met bericht kwam dat er in Zundert nog gedroogde bloemen op overschot waren. En dan hebben we een aantal buurtschappen die geen wilden. We hebben er straks nog een wagen met gedroogde bloemen gezien. Ja. Die mochten zich daar kandidaat stellen en die hebben daar een aantal gedroogde bloemen kunnen kopen, prijs voor betaald. Maar het geeft wel een mooi effect. Daar moet eventjes stress geweest zijn, die droogbloemen die dan... Ik denk dat elke korselbouwer regelmatig met een portie stress wordt geconfronteerd. Ja. Wat is de grootste nachtmerrie van een korselbouwer? Een mechanische pannen. Ooit ook al gebeurd? Kan dat, een mechanische pannen? Ja, natuurlijk. Je zit hier met zo'n grote krachten dat op dat onderstel werken, op die stuurbekrachting werken. Oef, ja. Het is ooit al gebeurd. Heel lang geleden. Dan was ik zelfs nog een heel klein manneke. Intussen ben ik 1,95 meter. Maar dat er een wagen in 2 is gebroken. Oh.
dat was toch de tijd van de houten onderstellen. En die wagen die gaf zoveel kracht dat onderstel gewoon is, ja, in twee is geknapt. En hier is ondergronds. Het idee van de Rens Kools van buurtschap Neervenweg die er ook vooraan loopt om instructies te geven, richting geven aan de wagen. En zo zijn er in elk buurtschap veel. En zij gaan kijken wat er zich onder de grond allemaal afspeelt. Maar die we tijdens deze optocht niet zien. Ik denk aan het bloementeam, die bloemen planten, plukken, harken. Ik denk aan het cateringteam, heel belangrijk. En we luisteren mee met de presentatie. En Rens Kools. De mensen voorzien van eten en drinken. Ik denk aan de lassers. De zenuwen gieren door zijn lijf. Die zwerk je eigenlijk niet ziet, want kan ik me voorstellen. Ik denk aan de mensen die heel de winteractiviteiten doen om geld in plaats te krijgen, om dit allemaal te bekosten. Kraantje daarboven, zodanig dat we ineens ook een indruk hebben van dus hoe groot dat deze korstelwagen ook weer is. Dat is het topje van de ijsberg. Al de rest niet te zien. Marsweg, Neervenweg, om terug te keren naar jullie. Mooi op de Wormse opgraving. Charlotte, heb jij Rens Kools bij jou? Ja, naast mij staat Rens. Rens heeft deze prachtige wagen ontworpen. De tweede plaats. De tweede plaats. Fantastisch. Wie is de tweede plaats? Hoe voelt dat? Heel goed. Heel goed. Ik ben heel tevreden. Ja. De eerste prijs. Rustig bij. Ja, het is allemaal al wel veel geweest vandaag. Dus het zal later deze week zijn dat ik het ga verwerken, denk ik. Liep het een beetje zoals verwacht? Heel veel tegenslag gehad. Er waren zeer weinig bloemen. We hebben ook nog pannen gehad onderweg met een stuuras dat afgebroken was, dat we snel hebben moeten repareren. Dus, hebben jullie dat allemaal snel onderweg proberen op te lossen dan? We hebben dat heel snel kunnen oplossen en verder kunnen rijden, ja. En hoe kom je op dit idee? Ik ben er al een paar jaar op aan het vroeten. En een week na vorige corso had ik ineens een Eureka-moment. En dan heb ik daarop verder gewerkt. En dan met nog veel overleg binnen het buurtschap zijn we dan uiteindelijk op dit hier beland. Ja. Ja. En hoe ziet de rest van de dag er voor jullie uit? Ik denk eerst even de schaduw opzoeken. Iets drinken, een beetje bekomen. En dan vanavond nog flink gaan feesten. Denk ik ook. Proficiat en vooral ook aan die prachtige figuranten. Geniet ervan. Hartelijk dank u wel. Proficiat. 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 Buurtschap Marsweg Neervenweg met de wagen ondergrond. Tweede prijs behaald. En de eerste plaats animatie.